sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Mooi dit ook. En we gaan heel hard weg laten aaien. Ja. Dus. Fris dit ook. Fris dit. Ja, we zijn op zoek naar een berg voor een nieuwe film. Eigenlijk nieuwe. Ja, nieuwe, want de eerste is weg. Ga dit filmen hoe ik loop. Ja, filmen duurt lang hoor. Het is echt een concrete bezigheid hoor. Nou. En wie ben jij? Ik ben niemand. Nee, waarom film je? Niemand houdt van de tandarts. 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 Hoi mensen, we zijn daar aan het opnemen en we zijn in het weer in het bos. Deze video wordt gewoon veel beter dan wat we eerst hadden. We hadden eerst over die draak. De draak komt wel terug, maar op een hele andere manier. Dus we gaan er gewoon even heen. Ik weet niet waarom ik rondje liep, maar goed. En we zijn gewoon echt heel mooi. Alleen het nadeel is, mijn standaard is kapot. Mijn statief, dus we filmen nu met een ander statief en is iets minder goed. En ja. Kijk, mooie close-up ook. We zijn aan het filmen. Benjamin is er ook bij. Onno is er niet bij, onze cameraman. Onno H. Punt. We hebben nu ik en Benjamin filmen en nog een mevrouw die nu meedoet. Mevrouw, hoe je het ook wil noemen. En dat wordt super vet. Oh, oké. Okay. En ja, dat wordt gewoon fucking vet. En ik ben zo weer aan de beurt om op te nemen en daar heb ik er echt geen zin in. Nee, ik heb veel zin in, maar ja, we filmen nu zeg maar eerst de eerste scène van, het gaat zeg maar over een meisje, nou niet over een meisje, maar over kinderen die worden vermoord bij een boom. Een beetje horror dus, een beetje horror in plaats van die fantasie, maar over die draak. En we filmen nu de scène dat er gewoon een meisje was en die gaat nu dood. Dus dat wordt super chill. Dus dat gaan we nu als eerst doen. En daarna zijn wij aan de beurt, komen wij als kampeers daar aan. En dan zijn wij aan de beurt om dood te gaan. Maar er komen natuurlijk allemaal mythes vandaan. En ja, het wordt super vet. Maar voor mij ben ik nu aan de beurt, dus ik check jullie later. En Benjamin komt zo nog. En ik ga misschien ook nog wat zeggen, dus ik check jullie later. Maar hoe moet dood gaan? Oh, in ieder geval. En dan zo'n mooie ronde. Ja, helemaal voor me. We zijn nu bezig met het doodzenden van Taribia. Jee. Toch? Ja, nee. Met een geheimzinnige boom, wat dan ook. Ja. Even kijken naar het doodzenden. Jo, batterij is gewoon nog full lang. Zij zegt, ik ga je doodvallen in dat. Ja, we hebben geen kleedje, eigenlijk alles wat nodig. Hè? Je hebt toch thuis een wasmachine? Ik weet wel iets vets. Is het niet? Ik ga. Je moet dat ding nog meer aanraken. En dan moet je er gelijk bij neervallen. Dan gaat ze om je heen. Dat is mooi. Na een tijdje dan, hè? Kan. Je moet 50 overnieuw, dus je moet 50 doen. Moet je maar mee. Maar je moet nog steeds hetzelfde vallen. Ja, maar je mag nu je hand op de boom leggen. Ja. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik het ding zo stil maken? Waarom moet je het doen? Ik ga het wel mee heen. Een beetje kenen. Als ik achter je sta. Maar ik loop heel snel door. Ja, maar je hoeft nog niet. Ja, door. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Go.
Auw. Perfect gewoon, hè. Oh. Waarom moet ik nou weer precies tegen zo'n boomding aan? Mag ik nog een keer doen? Meedraaien of niet? Meedraaien met de camera? Nee, dat is lelijk. Nee. Tijd voor de pilletje, doe wat je in want it. Tijd voor de pilletje. Bro. We hebben nu drinkpauze. Drinkpauze. Water van Short. Piep. Water van? Short Moves NL. Okkenburgse water. Ja, we hebben gewoon kijk daaruit gehaald. Water. Puur helder water. Maar ja, hoe ver zijn we met de film? Neemin. Laat Taribi allemaal vertellen. We hebben gefilmd dat ik dood was. Oh. En ja. Ja. En gelopen. Niet ver dus.